de keer gaan we het hebben over, let op wat er gebeurt, je hebt een elektron en die wordt versneld. Maar natuurlijk wil je dat wel goed bekijken. Versnellen en detecteren. Wat je hier ziet is de ontdekking van het Higgsdeeltje. Ja, een Higgsdeeltje, een ontzettend zwaar deeltje. En ontzettend zwaar betekent dus dat er heel veel energie nodig is geweest om het te laten ontstaan. Hoe gaat het in zijn werk? Nou, eventjes in het kort. Ja, twee deeltjes. Ja, die botsen. Bats. Veel energie komt er vrij. Ja, en veel deeltjes komen vrij. En tenslotte wordt dat bekeken. Ja. Nou, we zullen het eventjes in detail bekijken. Oftewel, wat is er aan de hand? Allereerst moet je deeltjes hebben. Dus stap 1 voor onderzoek is het aanmaken van deeltjes. Ja, dat kan van alles nog wat zijn. He, proton, elektron, neutronen. Je hebt nog bijvoorbeeld alfa deeltjes zou ook nog kunnen. Goed. Die moet je dus eerst hebben. Stap 2. Bats. Ja, stap 2 is het versnellen van deeltjes. En tenslotte is het detecteren van de brokstukken. Ja, dus die detecteren botsing zelf niet. Maar de brokstukken die vrijkomen, daar heb je tijd voor om ze te bekijken. Aanmaakdeeltjes. Bijvoorbeeld elektronen. Hoe wordt dat gedaan? Heel eenvoudig. Ja, je hebt een gloeidraadje en die laat je flink gloeien en dan komen elektronen vrij. Groot voordeel van elektronen is dus dat het ontzettend eenvoudig is om ze te maken. Ook nog een voordeel is, het is een elementair deeltje, dus je weet zeker dat het elektron een elektron blijft. Nadeel van elektron is dat het een kleine massa heeft. Dat betekent, denk aan de kinetische energie, een half mv kwadraat, dat wil je dus een beetje energie instoppen, dan heb je dus heel veel snelheid nodig vanwege de kleine massa. Proton. Ja, hoe krijg je proton? Nou, kijk, hier heb je waterstofatoom. En het punt is van, hé, als nou dat elektron weg was geschoten, met behulp van een ander elektron bijvoorbeeld, ja, dan krijg je een proton. Oftewel, hier staat het, waterstofatoom plus een elektron geeft een waterstofion, oftewel proton, plus twee elektronen. Voordeel is dat je dan deeltjes krijgt met een grote massa. Nou, dus eigenlijk het omgekeerde dan wat met het elektron was. Het nadeel is wel echter dat een proton niet een elementair deeltje is. Oftewel, je zult ongetwijfeld ook heel veel ongewenste vaak reacties krijgen bij een botsing. De neutronen. Nou, stel je voor ik heb deze stof, dit is beryllium. Daar schiet ik een alfa deeltje op. En dan krijg ik dat er een, je ziet al, dat er één neutron bij vrijkomt. Ja, voordeel is hier, behalve dat hij bijna dezelfde massa heeft als het neutron, als het proton bedoel ik, dat een neutron geen lading heeft. Ja, ten opzichte van het elektron en het proton. Dat betekent dus dat het totaal geen beïnvloed heeft van andere welgeladen deeltjes. En soms is dat toch wel eens handig. Nadeel is geen lading, want als er geen lading is, ja, dan is het wel moeilijk te versnellen. Dat. En dat is de stap 2 van de detectie. Het versnellen van deeltjes. En daarvoor heb je nodig een, precies, deeltjesversneller. Ja, bijvoorbeeld, hier heb je eentje, gevaarlijk op de trap, maar goed, een lineaire deeltjesversneller. Ja, hoe werkt een lineaire deeltjesversneller? Nou, hier heb je een klein stukje van de lineaire deeltjesversneller. Het deeltje wat we gaan versnellen is hier, dat is het elektron. En het elektron, ja daar, die wil natuurlijk dolgraag daarheen, want ja, dit is een positief deeltje. Ja, oftewel het negatieve elektron wordt aangetrokken door het positieve deel van de lineaire deeltjesversneller. Dus ja, daar gaat hij heen. Op het moment dat hij binnenin is,
dan wordt er even iets slims gedaan, want dan wordt plus en min omgewisseld. Kijk, ik heb hier een wisselspan, dus die kan omwisselen en gaat plus en min omwisselen. En dus als het elektron eruit komt, dan ziet hij achter zich plotseling een negatief deeltje en voor zich een positief deeltje. Het mooie is namelijk dat binnen in een geleider, binnen in zijn buis, is er geen elektrisch veld. Ja, dat is een kooi van Faraday. Oftewel, zo'n elektron weet totaal niet wat er buiten gebeurt. Oftewel, als hij binnen in zijn buis is, hij gaat weer andersom en hij wordt aangetrokken door de volgende buis. En vloep, andersom. En nog een keer andersom. En tenslotte zou je dus op het eind iedere keer extra versneld worden. Want iedere keer is er een energiesprong van Q maal U. Ja, waarbij U de spanning is tussen de buizen en Q de lading van het te versnellen deeltje. In dit geval het elektron. Oftewel, de kinetische energie neemt iedere keer toe als hij van de ene buis naar de andere buis gaat. Op deze manier zal dus een deeltje versneld worden met een lineaire deeltjesversneller. Een andere deeltjesversneller is met zo'n cirkeltje, oftewel de circulaire deeltjesversneller. En we gaan even één bekijken, namelijk het cycloton. Nou, we pakken hier ook maar weer het elektron. Het elektron zit hier precies in het midden. Er zit een klein spleet tussen de twee helften. Ja, en het elektron wil dolgraag natuurlijk naar de andere kant, want de andere kant is positief. Dus daar wordt hij door aangetrokken. Oftewel, up, daar gaat hij. En daardoor krijgt hij dus een snelheid naar links toe. Een elektron wat naar links toe gaat, let op, betekent dus dat de stroomsterkte naar rechts toe gaat. Stroomsterkte is altijd tegengesteld aan de beweging van de elektron. Daar kom ik zo meteen op terug. Want dan heb je dus hier een bewegend elektron en er is een magneetveld. Er wordt een magneetveld aangelegd en dat magneetveld is loodrecht hier het vlak in. Nou, dat betekent dus dat een Lorentzkracht is. En Lorentzkracht is B keer Q keer V. Zo kun je de grootte van berekenen. En de richting van de Lorentzkracht doe je met een linkerhandregel. Hier heb je hem. Ja, linkerhandregel betekent van je vangt B op in je handpalm, de vingers richting stroomsterkte en je ziet dus inderdaad dat de stroomsterkte tegengesteld is aan de beweging van het elektron en dan krijg je dus een Lorentzkracht die omhoog gericht is. En dat betekent dus dat de Lorentzkracht hier de middelpuntzoekende kracht is en het elektron gaat keurig een straal, een cirkel doen. Ja, voor de cirkel geldt de middelpuntzoekende kracht is m v kwadraat gedeeld door r. Omdat de Lorentzkracht gelijk is aan de middelpuntzoekende kracht, kun je dat combineren en dan zie je dus dat de straal gelijk is aan m maal v gedeeld door b gedeeld door q. Dan wordt in dit geval net als bij de lineaire deeltjesversneller plotseling plus en min omgewisseld. Dus de elektron die ziet de rand en ziet plotseling aan de overkant weer een positief stukje. Dus die wil weer dolgraag naar de andere kant toe. Ja, hoppakee, naar de andere kant toe. En op dat moment dus, op het moment dat hij die spleet oversteekt, zal de snelheid groter worden. Nou, snelheid groter wordt, betekent, kijk hier, zie je hem nog, dat de straal ook groter wordt. Ja, oftewel, aan de rechterkant zal hij weer een cirkel doen, alleen die cirkel is iets groter dan dat hij was. Ja. Ook nu weer worden plus en min omgewisseld als hij daar is. En hij steekt het weer over, dus hij krijgt weer een grotere snelheid. En de cirkel die hij omschrijft is weer met een grotere straal. Steekt weer over, weer een cirkel met een grotere straal. En ook hier weer. Ja, plus en min worden weer omgewisseld, steekt over en weer een cirkel met grote straal, totdat hij echt op het uiterste puntje komt van de cycloton en daar is een openingetje gemaakt. En dan gaat dus het elektron, wat hij iedere keer sneller en sneller is geworden, zal daar het cyclotron verlaten. Ja, en op die manier krijg je dus dat hij sneller en sneller kan worden gedaan.
dan betekent dus wel dat hij constant plus, min, min, plus is. Dat moet met een bepaalde frequentie gebeuren, dat plus en min het omwisselen. En moet je dat nou iedere keer goed met de computer in de gaten houden? Nou, let op, wat geldt voor snelheid? De snelheid van een deeltje in een cirkel is dit. V is 2πr gedeeld door de omlooptijd. Oftewel, de omlooptijd is, daar staat die, 2πr gedeeld door de snelheid. Oké, goed. Pakken we dat even apart. De omlooptijd is 2πr gedeeld door v. Voor r geldt dit. M, maar v gedeeld, b gedeeld, goed, q. Ja, heeft ze net gedaan. Oftewel, daar kan ik uithalen dat r gedeeld door v is. Daar staat hij. En dan kan ik die r gedeeld door v, kijk, dat vul ik hier voor in. Oftewel, dan krijg ik dus dat de trillingstijd eigenlijk, de omlooptijd, is, deze uitdrukking. En het mooie is, wat daar allemaal in staat, dat is constant. Oftewel, de frequentie van de wisselspanning die ik op moet zetten, die moet ik één keer berekenen. En daarna blijft die altijd constant. Ik hoef daar dus niks aan te doen. Niks. Denk aan het Higgsdeeltje. Massa 123 giga elektrovolt. En het punt is, als de snelheid groter en groter wordt, dan zal de massa, de relativistische massa, die neemt dan toe. Het deeltje zal zich zo gaan gedragen alsof zijn massa toeneemt. En dan zal dus de omlooptijd ook dus toe gaan nemen. En dat betekent dus dat op dat moment wel eventjes moet worden ingegrepen in de omlooptijd. En behalve synchrotron hebben we ook nog een synchrotron. Eenzelfde iets, alleen grote verschillen daarbij is dat de straal constant wordt gehouden. Dat betekent dat je nog grotere snelheden kunt doen, want hij zal nooit het uiteinde bereiken. Hij blijft in dezelfde straal. Het punt is wel dat je dan daar natuurlijk wel iets voor moet doen. En in dit geval wordt dan het magneetveld aangepast aan snelheid. De snelheid neemt toe, betekent dus dat het magneetveld ook wordt toegepast. Dat men het magneetveld ook laat toenemen om de straal constant te houden. En dat is wat er gebeurt in Genève. Een keurig mooi cirkeltje. En daarin blijft het te versnellen deeltje mooi in lopen. Dan krijg je dat hij zo nu en dan een botsing moet doen. En dan gebeurt dat hier, op die plek, of op die plek, die plek. Op die plek. En daar staan de detectoren. En daar wordt een botje gedaan en daar worden de brokstukken gedetecteerd. En die detectie wordt heel vaak gedaan in de zogenaamde dradenkamer. Dradenkamer, hier zijn allemaal draden die zitten op een hoge spanning, maar ze raken elkaar niet. Dus niks aan de hand. Totdat een deeltje doorheen sjeest. Een deeltje wat er doorheen sjeest, die zorgt ervoor dat de lucht geïnduceerd wordt en er komt een heel spoor vrij van vonken en men kan dus op die manier zien hoe het deeltje is verlopen. Hier heb je dus een van die dradenkamers, in dit geval hier, gebouwd in Nederland. NICEF is een Nederlands instituut en die wordt dus gebruikt in Genève. Wat wordt er allemaal in de toekomst gedaan? Natuurlijk zullen de deeltjeversnellers grotere vermogens krijgen. Dat betekent dus dat de snelheden, de deeltjes veel meer energie kunnen krijgen, grotere snelheden. Het LHC, de deeltjeversneller in Genève, die wordt verdubbeld. Men gaat dan het standaardmodel bekijken van, voldoet het nog wel? Moet die uitgebreid worden, moet er aangepast worden. Dat is natuurlijk nog altijd koffiedik kijken. Maar denk bijvoorbeeld aan de donkere materiedeeltjes. Daar is een prachtig deeltje voor bedacht. De WIMP. Wat is een WIMP? Hier staat het weaker. Je ziet het. Ik vind het weer een prachtige afkorting die ze hiervoor bedacht hebben. Kortom, er is nog zoveel te doen
Ja, het is zeker geen gesloten einde, maar een open einde. Bedankt voor je aandacht. Tot ziens.